België. Wacht. We gaan naar Mallorca. We gaan naar Mallorca. Nee, naar New York. We zijn in Amsterdam geland. Yes. En we gaan weer verder. We gaan nu even zoeken onze gate. En, maar wat is de F5? F5 is de gate. En dan gaan we richting Alta 5. En dan gaan we richting New York. 8,5 vliegen. Met de Boeing 747. En de dubbeldekker. Kusje hebben. Dekentje. Dat is een deken, hè? Dat is geen spullen gepakt. Daan denkt dat hij kan winnen van mij met schaken. Dus dat hij daar 1-0 staat, dat hij met schaken was gezet. We zijn door de douanecontrole. We hebben onze stempel. Wij zijn in... Wat hebben we? In New York. En we gaan nu meteen in de yellow cab. Ik heb meteen een beetje dat gevoel, hè. We zijn binnen in onze Airbnb in Brooklyn, in Williamsburg. Het is heel basic, maar het is perfect, want we betalen hier €26 per nacht in New York. En het is echt direct aan Manhattan. Dus we gaan hier de brug straks over, of straks niet, want we gaan hier even in Brooklyn even stappen. Barretje pakken. Even eten, wat drinken, slapen. Maar morgen is echt met de metro echt een 25 minuten en dan sta je echt downtown Manhattan. En het is echt perfect. Hier slapen meerdere mensen, die slapen hier nog. We hebben nog meer bezoekers. Ik denk 2 of 3 kamers nog. We hebben een eigen keuken. Maar ja, ik denk dat we niet veilig. Ik denk niet dat we hier veel gaan koken hier. En alle andere mensen die hier slapen zijn net wakker geworden. Dankjewel. Waar gaan we heen, Daan? Nummer 2. Kijk, dat kan niet. Wel. Goedemorgen. Ja, we zoeken nu een ontbijtje. We hebben net een metrokaart gekocht. Dat is echt ideaal. Je moet niet met de taxi rijden. Je moet echt een metrokaart kopen. Dat kost $31. Ja, dat is nu €31. Dan kan je 7 dagen lang unlimited met de metro rijden. Dat is ideaal. En de metro is echt super snel. De taxi staat alleen maar in de file. Alleen je moet een metrokaart kunnen lezen. En volgens mij, ja, we kunnen hier wel naar binnen. Dit wordt hem. Koffiebar. We gaan lekker ontbijten. Oh, heerlijk. Daan zit een hele bekende muur. Heel bekend. Sinds een week bekend. Sinds een week is toen. Ja. Deze muur hebben ze opgehangen, of deze muur hebben ze niet opgehangen. Deze brief hangen ze op vanwege Trump, hè? Volgens mij hebben ze deze opgehangen sinds Trump elkaar een hart onder de riem steekt. Dat de wereld gaat niet vergaan. Het waait, het is een snijdende kou hier. Ik denk dat je hoort waarschijnlijk helemaal niks in de microfoon, maar... Het is koud. We zijn in downtown Manhattan. We beginnen vandaag onder in Manhattan en we gaan zo langzaam naar boven de komende dagen. En waar we nu lopen, ja, dat is natuurlijk. Gaan we daar naar boven? Een van de bekendste plekken van New York. We zijn bij het World Trade Center. Daar is ook de Oculus. Ja, hij is een octopus, maar ik zie er nog dingen aan. Het is gewoon een Oculus. Zo, dus we starten van onder. We laten straks even een kaartje ook zien wat we vandaag gaan doen. In ieder geval, downtown Manhattan, nou beginnen we. We gaan naar Staten Island, als het niet te koud is. En we gaan naar H&M. Handschoenen halen. Cry, so you, so
geval gaan we straks naar Staten Island proberen met de veerboot te gaan. Die is echt voor niks gratis en voor niets. Dus wij Nederlanders gaan het natuurlijk ook meteen doen. En het is eigenlijk ook de beste manier om de vrijheidsbeeld te gaan bekijken. Nou, we zeiden dus net, je kan met State of Ferry gaan, kost je niks. Je kan ook gewoon naar het eiland toe gaan en dan kost je wel wat. Dat hebben we dus gedaan, dan kost je $18, omgerekend 18 euro. En dan krijg je de rit naar Liberty Island. Daar waar we nu aankomen, zijn we helemaal naar Ellis Island. Wat misschien nog veel interessanter is, want dat is natuurlijk de plek waar de eerste immigranten af vandaan kwamen. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met Nederland te maken. Met deze man. Ja, en wij hebben het ook weer. $18 betaald, want dat deed ik straks als ja. Hey! Harry is toch. Harry is toch. Ellis Island en nee, ik ben nooit zo van de info's, maar Daan die luistert heel goed altijd. Ja, op de boot moet me luisteren. De boot moet luisteren, op de boot moet luisteren. Nou, ten eerste op de boot kwamen we net het mooie, bedoel terug, walvis, ontgraag, ik weet niet wat het was. Je hebt het gefilmd? Ik heb een foto gemaakt, maar het was een bultrug. We gingen dus op die boot en opeens iedereen, wauw. Dus we dachten, ja, dat is weer de ding is een World Trade Center, Statue of Liberty, nee. We keken, sprongen echt een bultrug voor onze neus, echt omhoog. Dus het was een mooi momentje. Ja. Maar ondertussen werd informatie over Ellis Island. Hier kwamen alle immigranten, voornamelijk uit Europa, eind 19e, begin 20e eeuw. Ja, aan wal te schrijven. 12 miljoen immigranten hier ingeschreven. Die bijna 30 jaar tijd. En die kwamen dan hier terecht en wekenlang op zee te hebben gezeten. Ellis Island. We zijn nu in het gedeelte waar ze eigenlijk vertellen hoe de immigratie. Hoe noem je het? Immigratieverloop was. Van de landen, van de historie. Gewoon de hele historie per land eigenlijk. Van Europa en deels ook van Azië naar Amerika toe. En dat wordt in deze expeditie wordt het helemaal uitgelegd. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit.